Wat ben je aan het doen? Niks. Ik sta hier momenteel met mijn pedal. Oh. Sven is breed, hè? Doe vandaag alvast waar je morgen geen zin in hebt. Welkom bij de nieuwe Ervaren Weekly. En helaas nog steeds met een verkeerde plotpap. Moeten we gewoon bij Daan wezen. Daan is al een jaar bezig om je plotpap te regelen. En Daan heeft het nog steeds niet geregeld. Terwijl Bram het even in 1 minuut geregeld heeft. Terwijl Bram hier niet eens werkt. Daan categoriseert ook niet meer mijn weekly items. Dat moet ik allemaal zelf doen. En plotpap regelen, oké. Ja, we beginnen met ons eerste punt. Is dat we een compleet nieuw team op de klantenservice hebben. We hebben Bram die hier niet werkt, maar toch is. Hoi Bram. Yo. Kruibos. Kruibos is eigenlijk overal. En Kruibos kan moeilijk hard lopen. Echt fucking vervelend. Dus als iemand Kruibos een blessure wil aanbrengen, 15. En Daan, achter de camera, doet ook een beetje klantenservice. Weer een verkeerde plotpap. Hoi, Sanne wil niet over jouw contentplan vertellen of jij iets over je contentplan kunt vertellen. Wij zijn bezig met een project waarom wij beter zijn. We zijn allemaal tekstjes aan het maken met soort statements waarom wij beter zijn. Dus waarom je eigenlijk gewoon bij ons moet kopen. Dikke zit. Project waarom wij beter zijn in het hart. Plotpap. Doen? Editen. Daan, kom even hier shot maken dan. Laat zien wat je aan het maken bent dan. Ik ben nu even in een nest een dingetje aan het doen. Omdat die komkommertjes allemaal naast elkaar moeten, achter elkaar. Leuk. Leuk. Ja. Wat ben je doen, ouwe? Aan het wachten totdat de klanten komen zo meteen in de showroom. Waarmee ga je ze blij maken? Volgens mij gaan ze een hot-upje kopen. Leuk, maar je komt een beetje ondersteunen in de vakantie. Alleen vandaag of gisteren? Aankomende 2,5 week nog. Waarom? Vind je het niet leuk om thuis te zitten? Nee, en iedereen is op vakantie. Jij komt gewoon regelen. Ja. Dan maar iets. Het is weer druk. Ja, wat Dix geregeld. Ja, Dick Sim zit ouwe. Oh, wel een lekker plekje hier al zo, hè? Ja, het staat nu nog een beetje kut. Het moet een beetje dieper klappen dan. Oh. Sven is breed, hè? Wat ben je aan het inplannen dan? Ik ben onze MT-sessie voor de volgende welgadering aan het inplannen. Die gaat over een van de letters van Box. Kijk, heb je nog verder iets leuks vertellen? Nee, ik moest een wijze les vertellen, toch? Oh, de wijze les van Bas Biceps. Mijn Gandalf ding. Voor iedereen, doe vandaag alvast waar je morgen geen zin in hebt. Wat ben je aan het doen? Niks. Ik sta hier momenteel met mijn pedal. Nee, wat was je buiten doen? Laten we even kijken. Wat zitten we doen? Kachels aan het testen. We hebben onze eigen Welstoof Pro. Nee, Large, sorry. Nu bij de metaalproductie laten maken en Tesla is achter, daarmee aan het testen en we zijn hem aan het vergelijken met de oude. Ja, deze is ook verkeerd aangesloten alleen. Ja, deze is zeker verkeerd aangesloten, daar komen we net achter. En het water is toch nog een kleine boven de 50 graden ergens, want ja, verder gaat onze thermometer niet. Ja, hij staat ook helemaal te kloppen, omdat hij verkeerd aangesloten is. Is Tesla achter bij de Lars aan het pritsen? En je was de ijstubjes aan het fixen deze week? Hele ijstubjes gefixt nou toch? Bestuurspaneel, alles. Alles gefixt, dit gedaan, dat gedaan. Ja. Jongens, onze tent is ook weer weg. Vanaf nu gaan we zorgen dat de planning helemaal voor elkaar is. Dat we nooit meer een tent nodig hebben. Dat we gewoon shit kunnen parkeren hier ook, zoals vroeger. Hier staat onze R&D-tub. Pakje light ding. Nee, het is vrij warm. Maar dit is onze nieuwe Lars die we een beetje aan het testen zijn. Moeten even kijken wanneer onze metaalproductie een beetje tijd heeft. Zodat we hem in productie kunnen gaan nemen. Maar het zal nog wel even duren hoor. Het zal niet super snel zijn. Nog eens toe te voegen, Tessa? Hij doet moeilijk goed. Ik heb hem heel goed opgestookt. De tub is nu ongeveer 54 graden. Lekker warm. Steady. Moet nog meelopen volgende week. Oh ja, volgende week komt Niels meekijken bij R&D. Die gaat mij misschien vervangen. Dus dan krijgen jullie een mannelijke collega ervoor terug. Vrijdag 30 september is er een familie barbecue dag. Dit betekent dat je je partner, je kinderen, je buurman, wie je maar mee wil nemen, een naam of haren mee kan nemen, regel wij een lekkere barbecue. Kun jij laten zien aan je familie, je vrienden waar je werkt en gaan er gewoon een hele gezellige avond van maken. Hopen dat jij ook komt, plus ja, wie je mee wil nemen, zou wel leuk vinden. En het is de laatste week dat de hotte productie op vakantie is, want die komen volgende week weer terug om keihard te beuken, want ons magazijn is helemaal leeg. Onze transportafdeling heeft moeilijk hardlopen toeren, zodat het helemaal leeg is. En dan kunnen we het volgende week weer helemaal vol gaan stapelen, as usual. En onze soundproductie gaan we dat aanstaande vrijdag ook 2 weken op vakantie. Dus we gaan de komende 2 weken geen sauna's bouwen. Ja, dus we hebben helemaal geen tubs meer, jongens. We moeten weer bouwen als een malle. Knijten, dikke of vette schermen kun je zo. Kun je de klant, kun je met je laptopje zo inloggen. Kun je de klant netjes mee laten kijken wat voor offerten we aan het maken zijn. Ja, dan kan de klant dus live meekijken wat jij op de computer doet. Dus kunnen we geen rare dingen meer op de computer doen terwijl we met klanten bezig zijn. Maar het is vooral heel dik en het is nog een stapje betere klantervaring voor de klant. Maaike gaat ook even een nieuw magazine maken, want ons magazine is koulo dik. Het probleem daarvan is alleen dat al die klanten bij ons mee willen nemen. Kosten vermogen en Daan moet ook nog gewoon een nieuwe camera dop kopen. Dus we hebben geld nodig. Dus we hebben gezorgd dat het magazine iets kleiner wordt. En Maaike gaat hem even wat opnieuw indelen, waardoor ze iets goedkoper worden, waardoor we weer alle klanten magazine mee kunnen geven, maar het blijft natuurlijk net zo episch. En werken bij welvaren.nl is helemaal live. Melanie en of meer van de marketingverdeling zijn er echt moeilijk hard mee bezig geweest. Ik vind het er super episch uitzien. En op die manier hopen we onze potentiële nieuwe medewerkers een betere indruk te geven van hoe het bij Welvaren werkt en wat voor bedrijven zijn, zodat we nog meer sollicitanten krijgen en nog meer leuke collega's kunnen gaan aannemen. Bram die hier niet werkt, heeft toch een mop voorgebruikt, want we missen alweer gewoon heel erg. Gooi het erin. Er liggen 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene onderbroek
onderbroek tegen de andere onderbroek. Ga je mee op vakantie? Waarop de andere onderbroek antwoordt, nee dank je, ik ben al bruin genoeg. We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat team vervangende klantenservice plus Bram eigenlijk gewoon de werknemers van de twee weken zijn. Ja, werknemers plus Bram. En we hebben een originele beker voor jullie gevonden. Dit is een speciaal model, gedesigned bij mij. Er is er maar eentje van in Nederland op deze manier. Geef deze jongen een voet, nee, toch nog een beetje bij het bedrijf. Ja. Hiro, dit is onze medewerker die niet in de WhatsApp groep zit. Hallo. Hey. Hey, Giel. Alert. Heb je zin om voor de camera te vertellen wie je bent en wat je hier komt doen? Ja, nou, ik ben Alert Teunissen. Afgelopen maandag gestart als inkoper. De taken die deze mannen hebben waargenomen ga ik oppakken. Dus, superleuk man. Ja, heel veel zin in. Heel veel zin in. Ja. Tof. Jesse. Hey. Gooi even dik quote. Gewoon geweldig gepedeld. Oh shit jongens, het was weer gewoon geweldig deze week. Ja, het is sowieso iets meer geweldig dan vorige keer, want toen is Sanne, dus deze keer ben ik het weer, dus iets meer geweldig, extra geweldig. Geweldig in het kwadraat, zeg maar ongeveer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En vergeet niet te commenten en te liken en die shit, maak die like button helemaal kapot.